Harry de Olde, 2016 is voorbij. Ja. Wat was dat voor jaar voor jouw partij, de PvdA? Wat het voor mijn partij was? Ja, nou ja, goed, we willen natuurlijk meer doen wat we willen. Maar we kregen vandaag niet zoveel medewerking meer. Leg eens uit. Nou ja, goed, wij hopen dat in 2017 Almelo een nieuwe dierenasiel krijgt. Want hoe dat op het moment eruit ziet, ja, dat lijkt gewoon nergens op. Maar we zijn positief voor 2017. 20 januari hebben we een bijeenkomst in de gemeenteraad. En er komt eindelijk de dierenwethouder, wel dierenwethouder, komt ook haar zegje doen. En we maken onze plannen kenbaar. Wat we dus gaan doen in die, voor het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. Ik begrijp dat de financiën geen probleem meer zijn. Ik weet ook dat de materialen aanwezig zijn. Alleen de vergunning moet nog. Ja, de vergunning moet natuurlijk medewerking krijgen van de gemeente Almelo. We hebben op het moment 40 ondernemers die gewoon de handen uit de mouw willen steken. En die zeggen, nou, op het moment dat dierenasiel erbij staat, hij lijkt gewoon nergens op. Hè? Vanwege die schimmeluitbraken en die nietziektes. Dus er moet gewoon verandering komen. Maar we hebben goede hoop dat nou eigenlijk dit jaar gewoon een begin wordt gemaakt aan het nieuwe dierenasiel. Met andere woorden, dat was voor jou een dieptepunt dat het nog steeds niet zover is. Maar wat was je hoogtepunt? Het hoogtepunt van hier in de gemeente Almelo. Nou ja, goed, je weet zelf dat het heel moeilijk is in de gemeente Almelo. We hebben wel een prachtig nieuw gemeentehuis. Maar ja, er is nou zoveel armoede. Als je regelt dat 20% van de inwoners onder de armoedegrens leeft. Nou, ik vind dat gewoon niet normaal. Denk daar gewoon eerst aan. Hè, voordat je een nieuw gemeentehuis neerzet. Ik vind het wel een mooi gebouwtje. Maar ja, je moet natuurlijk eerst de mensen helpen die aan de benedenkant van de samenleving leven. En dat betekent dus dat jij als jouw partij daarvoor het komende jaar in ieder geval gaat gebruiken? Zeker weten. We hebben, tuurlijk. Het duurt nog een jaartje voordat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus wij hebben natuurlijk grote hoop dat we met een groot aantal zetels in de gemeenteraad terugkomen. En dan kunnen de bewoners in Almelo moeten ons daarvoor steunen natuurlijk. Je hebt nog een jaar de tijd om je promotie daartoe in te richten. Ja. Dat betekent dus dat je in het voorjaar van 2018 klaar moet zijn om die zetelwinst ook daadwerkelijk te pakken. Nou, ik denk dat die zetelwinst, ik wil natuurlijk niet vooruitlopen, wat misschien kan gaan gebeuren. Maar we hebben in ieder geval goede hoop dat we in ieder geval minimaal met 6-7 zetels terugkomen. Ik noem voor 2017 een aantal punten. Het financieel beleid van de gemeente Almelo, weg bij de provincie. Ja. Het parkeerbeleid en het winkelbeleid in de binnenstad. Ja, het is natuurlijk schandalig dat die leerstand steeds groter wordt. Ik heb mijn raadswoon heb ik op pad gestuurd en heb ik... Ik zei, jongen, ga nou eens even kijken hoeveel winkels er nou leeg staan. Nou, je wilt dat niet geloven hoor. Er zijn in totaal 98 winkels staan er gewoon leeg in de binnenstad. En dat is gewoon niet normaal. Doe dat wat aan. Wij hebben heel wat voorstellen op tafel gelegd. Bijvoorbeeld vrij parkeren. Dat is dus één punt. We hebben ook twee jaar geleden, een motie ingediend bij de gemeente Almelo. En die motie is aangenomen om een college opdracht te geven om eens een keer met de verhuurders te gaan praten. Misschien kunnen we dat doen aan de huren van de... Er zijn heel veel beginnende ondernemers die graag wat willen beginnen. Maar ja, die zitten vast aan werkcontracten. Maar wat zegt de verhuurder? Maakt allemaal niet uit. Laat mooi leeg staan. Hè? Want leegstand brengt inderdaad geld op. Dat is weer aftrek daar van de belasting. Dus het Rijk moet daar ook wat aan gaan doen.